Dames en heren, mag ik de vergadering openen? Welkom allemaal. Ik doe dat met een dank, met een woord van dank aan de heer Nijkamp, die mij de vorige keer heeft vervangen. Dank daarvoor. Ik heb begrepen dat u dat op voortreffelijke wijze gedaan heeft. Ik zal mijn uiterste best doen om uw prestaties van de vorige keer te evenaren. Maar goed, niemand is gehouden aan het onmogelijke. En dan kom ik bij agenda punt 2, spreekrecht burgers. Er zijn geen aanmeldingen ontvangen. Dan ga ik naar agenda punt 3, hiermee vragenronde. En we hebben een viertal vragen binnen. Ik ga eerst naar de heer Wildvang van de Partij van de Arbeid. U maakt zich zorgen over het openbaar onderwijs. Mag ik u het woord geven? En het raakt uiteraard de portefeuille van wethouder Uitslag. Ja, dank u wel. We hebben onlangs in deze raad al gesproken over onze zorg rondom het goed functioneren van het overkoepelend orgaan Openbaar Onderwijs Zwolle Regio. Dat was naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van de openbare basisschool De Carousel hier in Ankem. Dat had weliswaar de reden dat er sprake was van een sterk teruglopend aantal leerlingen. Maar bij ons was toen en blijft nu ongeveer even de zorg over de onderliggende reden voor die terugloop, namelijk het gebrek aan begeleiding en sturing vanuit de OOZ. Want we lezen in de krant, 2 basisscholen in Zwolle sluiten in 2018 de deuren en een school in Ommen heeft inmiddels een andere koepel gekozen en is uit de OOZ gestapt. In Zwolle heeft de raad inmiddels een gesprek aangevraagd met de OOZ. De vraag aan het college is, kunt u toelichten welke stappen u zet om de kwantiteit, in elke kern goed openbaar onderwijs, en de kwaliteit van het openbaar onderwijs in onze gemeente te borgen en daarmee dus onze zorg weg te nemen? En 2, bent u bereid om eventueel ook tussen de raad Dalfsen en het OOZ een gesprek te faciliteren en te organiseren? Wethouder Uitslag, aan u de vraag om te reageren. Dank u, voorzitter. Een duidelijke vraag, kort gesteld. Ik ga iets langer antwoorden om ook onze positie daarin duidelijk te maken. Maar vooraf wil ik benadrukken dat de suggestie die uit de vraagstelling blijkt, dus dat de kwaliteit van het openbaar onderwijs in onze regio onder druk staat, niet het beeld van het college is. U noemt een aantal voorbeelden. De gemeente Zwolle, nou, dat zijn de twee scholen die dichtgegaan zijn, die heeft ook in de krant gestaan. Dat waren twee scholen die al langer lastig hadden met betrekking tot het aantal kinderen. Andere scholen in dezelfde stichting, die groeien juist. Hè. Dus dit heeft niet per se wat te maken, maar ja, ook daar kennen ze demografie. Dat betreft de school, openbare basisschool in de Vinkenbuurt, waar ook al lange tijd het leerlingaantal onder druk staat. Zoals bekend, denk ik zelfs bij u allen. En die hebben ervoor gekozen om bij een stichting in Hardenberg aan te sluiten. Dus de implicatie van dat de kwaliteit onvoldoende is, haal ik hier niet uit. Sterker nog, wil ik niet voor mijn rekening nemen. Dan betreft de situatie in Dalfsen. Even goed om helder te hebben welke taak we als gemeente hebben hierbij. Ten opzichte van het openbaar onderwijs. De gemeente hebben volgens de grondwet de wettelijke taak om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. In ons gebied is de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio het bevoegde gezag voor openbaar onderwijs in de gemeente Hattem, Ommen, Zwolle en Dalfsen. Wat zijn dan de formele verantwoordelijkheden die we hebben? In 2012 is de stichting overgegaan in de stichting met een raad van toezichtmodel. Dat betekent dat de formele verantwoordelijkheden van de gemeente ten opzichte van deze stichting zijn dat wij de leden van de raad van toezicht kunnen benoemen. Dat heeft u recent nog gedaan. De goedkeuring goedkeuringsrecht heeft bij statutenwijziging. Dat we, mocht de stichting worden ontbonden, dat we daar ook wat van mogen vinden. En dat is misschien dichtst bij zijn wat u op doelt, het kunnen ingrijpen bij de stichting in geval van ernstige taakverwaarlozing door de Raad van Toezicht. Maar dan praten we dus ook wel over iets anders. En dus als we het resumeren, het bevoegd gezag, de stichting, niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kwantiteit van het openbaar onderwijs. De toezicht weer plaatsen door de Raad van Toezicht en voor ons als gemeente is hier dus geen taak voor weggelegd. Tenzij er sprake was van ernstige verwaarlozing. En daar was geen sprake van.
Nog los van de formele verantwoordelijkheden, de stichting heeft actief contact opgenomen met ons en ook onderhouden over hetgeen wat heeft gespeeld bij de carousel. En de Bond Stegger trouwens ook. We hebben meerdere gesprekken gevoerd. Ik zelf heb meerdere gesprekken gevoerd met de stichting. En daar blijkt ook bij mij uit dat ze volop bezig zijn met de kwaliteit en kwantiteit van het open onderwijs in onze gemeente. Het antwoord op uw tweede vraag, bent u bereid een gesprek tussen de OOZ en de raad te organiseren? Nou, als ik kijk naar het gesprek wat de gemeenteraad van Zwolle gehad heeft met de stichting OOZ, dan was dat niet naar aanleiding van de sluiting van die twee scholen, maar dat was naar aanleiding van de begroting van de stichting. En dat is natuurlijk een heel andere reden. Dan kun je met elkaar praten over de ontwikkeling en onderwijs en over heel iets anders dan over vermengd en kwaliteitsgebrek. Dus een gesprek organiseren waarin de stichting ter verantwoording wordt geroepen hier in de gemeenteraad. Daar zie ik eigenlijk niet zo heel veel nut in, zeker nog gezien onze positie niet. En daar wil ik ook niet aan meewerken. Mocht u als raad wel wensen om geïnformeerd te worden over ontwikkeling binnen de stichting enzovoort, dan ben ik wel bereid om dat te organiseren. Maar dan zult u als raad daar mij toe moeten oproepen. Dank u wel. Meneer Wildvank, naar aanleiding van de beantwoording. Ja, nou, dank voor het antwoord. Het is in ieder geval helder, het antwoord. De formele rol en positie hebben we het de vorige keer ook over gehad. Dat was me wel duidelijk. Het punt is alleen dat er niet automatisch kennelijk toe leidt dat we daar dicht op zitten. Ik wil even wegnemen dat ik gezegd heb dat het schort aan de kwaliteit van het onderwijs. Het schort wat ons betreft, zoals we hebben nu kunnen zien, aan directe sturing en leiding vanuit die stichting naar de scholen toe die enigszins in de problemen komen. En daar gaat onze zorg over. Zit die stichting er wel voldoende bovenop of zijn ze druk bezig met hun eigen, inderdaad, begrotingsproblematiek? Maar goed, het antwoord is helder. Ik wou het hier maar bij laten. Ik kijk even nog rond of anderen nog de aanleiding hiervan iets willen zeggen. Voorzitter. Vindt u het goed, meneer Uitslag, voordat ik u het laatste woord geef, dat ik even rondkijk of anderen nog naar aanleiding hiervan een punt willen maken? Dat is niet zo? Nee? Meneer Uitslag. Blijven de toevoeging van de heer Wildvank. De vraag die u mij gesteld heeft, kunt u toelichten welke stappen u zet aan mij om de kwantiteit en kwaliteit van het openbaar onderwijs in onze gemeente te borgen? Er heeft op zijn minst de suggestie dat het niet goed gaat. En ik denk dat u net zo goed als de rest van de raad weet wat de oorzaak is. En er is een directeur die ziek geworden is. En dat heeft nog wat impact gehad. Maar het heeft natuurlijk niks te maken met de kwaliteit van het onderwijs en de rol van de RAF toezicht die er bovenop zit. Ja, meneer Wildvank, dat snap ik. Maar dit is natuurlijk inderdaad het punt waar het om gaat. Er wordt een directeur ziek, en dat is verdrietig, en dat kan die man, de beste man, waarschijnlijk niks aan doen. Maar juist dan is het aan de stichting om te zorgen dat continuïteit en dergelijke geborgd zijn. En daar is het fout gegaan. Ik vind u het laatste woord in deze. U heeft het punt gemaakt, denk ik. Dan ga ik naar de volgende vraag. En die is ook van u, meneer Wildvank. Dat gaat over veilig oversteken bij de N35. En ditmaal heeft u te maken met wethouder Van Leeuwen. Ja, dank u wel. Korte vraag even. Plaatselijke belangen van Honos en Laag-Zuurdum, die hebben al een tijdje aan de noodklok getrokken. Maar het gaat om de veilige oversteek van de N35. We lezen er ook met enige regelmaat iets over in de krant. De N35 wordt immers steeds drukker. En zeker met de vierbaansaanpassing bij Wietem wordt het er straks niet makkelijker en beter op. Oversteken is nu al vaak onmogelijk en vaak zeer gevaarlijk. En het lijkt met de nieuwe aanpassingen er niet beter op te worden. Vraag. Bent u betrokken bij dit onderwerp? Dus is een beetje open deur, want ik weet dat het zo is. Maar ik vraag hem toch. Wat is de inzet van het college hierop en wat is de inzet van de richting van Rijkswaterstaat en provincie? Bert van Leeuwen, mag ik u het woord geven? Dank u, voorzitter. Ik had, toen ik vanmorgen deze vraag onder ogen kreeg, een originele aha-erlevenis. Dus ik ging eens even in mijn geheugen te raden. En op 26 juni jongstleden is over dit onderwerp door de CDA-fractie nagenoeg dezelfde vragen gesteld. En misschien dat ik toen niet duidelijk ben geweest, dus ik zou er graag het volgende op willen antwoorden.
Bent u betrokken bij dit onderwerp? U gaf zelf al aan dat u weet dat dat zo is. Ja, we hebben zelfs kort geleden nog overleg gehad met plaatselijk belang Laag Zutem, de heer Niels Thompson. En dat ging over de problematiek rond het oversteken. En dit kunnen wij gedeeltelijk herkennen. Nadruk op gedeeltelijk. De N35 is namelijk ter hoogte van de Hagenweg, vooral tijdens de spitsperiode, een drukpunt. En daar is het lastig om de weg op of af te rijden en om over te steken. Maar om over te steken, en daar vraagt u naar, is er wel degelijk een alternatief. Want ter hoogte van het kanaal kun je via het viaduct onder de N35 door. Daar is een hoogtebeperking van 3,70 meter en het is een stukje omrijden. Maar het is wel een veilige route. Ik heb hem zelf op de fiets gedaan en dat kost je 4 minuten. Afhankelijk van de route die je kiest is de omrijafstand ongeveer 1 kilometer. U vraagt wat de inzet van het college hierop is. Bestuurlijk hebben wij contact opgenomen met de gemeente Raalte. Want zowel het kruispunt als de alternatieve route liggen op het grondgebied van Raalte. En de collega in Raalte laat nu onderzoeken of de weg ter hoogte van het viaduct mogelijk verlaagd kan worden. Zodat ook iets hoger verkeer eronder door kan en wat daar de kosten voor zijn. Wat is de inzet richting Rijkswaterstaat en provincie? Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen en wij houden nauw contact met het college van Raalte over deze gang van zaken. Geen aanvullende vragen, meneer Wildvank. Anderen op dit punt? Nee? Dan vermoed ik dat de beantwoording afdoende was. Dank u wel, wethouder Van Leeuwen. Dan ga ik naar de heer Nijkamp van de ChristenUnie over residentie Slingerdaal. En het betreft de portefeuille hier van wethouder Agricola. Meneer Nijkamp, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Voordat ik de vragen stel, een paar inleidende zinnen. Recentelijk is de verkoop gestart van de appartementen in het plan Slingerdaal. En hierbij werden we verrast door het gewijzigde plan van de initiatiefnemer. Niet alleen onze fractie, maar ook diverse geïnteresseerde inwoners van onze gemeente. 2,5 jaar werden ze aan het lijntje gehouden. En nu moeten ze tot de conclusie komen dat het plan niet meer voor hen geschikt is. In oktober 2015 heeft de Raad op basis van een initiatief of voornemen van Stichting Aangenaam Ouder Worden, SAOW, ingestemd met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid voor het realiseren van 56 woonzorgappartementen binnen het bestemmingsplan Oosterdalfsen. Dit plan zou dan gerealiseerd worden op een plek waar tot dan toe een combinatie van wonen en werken was voorzien. En de plannen zijn met diverse marktonderzoeken en specificaties en brochures onderbouwd en toegelicht. Een geavanceerde inrichting, vol domotica-voorzieningen en 24-uur zorg zouden onderdeel van het plan uitmaken. In maart 2017 heeft de Raad een ontwerpverklaring van geen bedenking afgegeven voor het realiseren van een woongebouw voor 57 woonzorgappartementen luxe huur. De ChristenUnie was hier niet voor, maar heeft zich bij het raadsbesluit neergelegd. De vraag is echter of de wijziging van de plannen nog wel passen bij de besluiten van de Raad. De wijziging van de plannen behelst een tweetal zaken, zoals de verkopende partij dit zelf ook aangeeft. Er is geen sprake meer van het oorspronkelijke plan om woonzorgappartementen te maken. Het essentiële onderdeel zorg is er grotendeels uit verdwenen. En er worden nu 29 koopappartementen en 29 huurappartementen voorzien. Er zouden volgens de verklaring van geen bedenking alleen woonzorgappartementen in de huursector komen. SAOW benoemt het plan Slingerdaal in Dalfsen momenteel niet als locatie voor woonzorgappartementen. En in de brochure blijkt Estea nu initiatiefnemer te zijn en niet meer SAOW. De situatie lijkt fundamenteel veranderd en dat brengt ons bij de volgende vragen aan het college. Wanneer was het college van welke van de genoemde planwijzigingen op de hoogte? En welke onderbouwingen zijn door initiatiefnemer aangeleverd voor de wijzigingen? En in welke mate is het college overtuigd van de gegeven argumentatie? Vierde vraag. Waarom is de Raad over de planwijzigingen niet geïnformeerd? Een vijfde vraag, had de Raad hierover niet een besluit moeten nemen? Hoe beoordeelt u de bevoegdheid van het college en de Raad bij de genoemde planwijzigingen?
6. Hoe verhoudt zich dit plan tot het aanbestedingsrecht? 7e vraag. Wat zijn de financiële en juridische afspraken bij de verkoop van deze gronden aan de initiatiefnemer? En tenslotte vraag 8. Hoe beoordeelt u de initiatiefnemers op de aspecten communicatie, in het bijzonder richting inwoners, en transparantie? Dat zijn onze vragen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Dat is een serieuze reeks vragen. Dus we gaan even kijken of de wethouder daar ook snel antwoord op kan geven. Ik wens hem even succes, wethouder. Ja, voorzitter, dank u wel. Heel veel vragen en opmerkingen van de ChristenUnie. En ik zal trachten om op al deze vragen antwoord te geven. En morgenochtend staat de beantwoording ook op het RIS, zodat iedereen het nog eens even na kan lezen. Het eerste punt. Er is geen sprake meer van het oorspronkelijke plan om woonzorg wat ermee te maken. Ik kan u zeggen, er worden wel degelijk zorgappartementen gebouwd. Het concept is voor wat betreft de zorg onveranderd gebleven. Wel is er op onderdelen versoberd om de zorg aan te laten sluiten bij lokale vraag en betaalbaar te maken. In de bijgevoegde verkoopbrochure is te zien dat er zorgappartementen worden verhuurd en verkocht. Dit is niet geplande zorg, en dan moet u denken aan een vallen en een TIA, etc. Valt binnen de zorg die geleverd wordt door SOW. De geplande zorg kan aangevraagd worden bij de externe zorgaanbieders. Dan 29 koopappartementen, 29 huurappartementen. Aan uw raad is gevraagd een verklaring van geen bedenking af te geven op de uiterlijke verschijningsvorm van het gebouw. De nieuwe verschijningsvorm, en dat is met name de oorspronkelijke, dat waren 3 gebouwen in Boeren-R wonen. De nieuwe verschijningsvorm paste namelijk niet binnen de wijzigingsbevoegdheid van ons college. Uw raad heeft de gevraagde verklaring afgegeven. Voor ons was niet aan orde voor welke specifieke doelgroepen het gebouw bedoeld is. Wel was het belangrijk om voor ons aan te geven dat het hier om zorgappartementen gaat in de middeldure en dure klasse. Dit laatste blijft ook van kracht. Het omzetten van huur naar koop is ruimelijk gezien niet relevant, maar sluit wel beter aan bij de doelgroep. Dan uw opmerking dat plan Slingendaal en Dalfsen momenteel niet als locatie voor woonzorgappartementen en dat in de brochure Estea nu de initiatiefnemer blijkt te zijn en niet SOW. SOW is de projectontwikkelaar en de exploitant van de gebouwen. Zij zijn niet de eigenaar van de gebouwen. Het college was zich er bewust van dat SOW een investeerder zocht. Dan de vragen. Vraag 1. Wanneer was het college van welke van genoemde planwijzigingen op de hoogte? In september 2017 zijn wij geïnformeerd door de projectontwikkelaar over de wijziging van een deel van huur naar koop. Vraag 2. Welke onderbouwingen zijn door initiatiefnemer aangegeven voor wijzigingen? Uit lokaal marktonderzoek is gebleken dat er veel vraag is naar koopappartementen en iets minder naar huur dan eerst werd voorzien. Mede als gevolg van de lage rentestand investeren mensen bij voorkeur in vastgoed dan geld vastzetten op een spaarrekening. Naast de marktvraag is ook de financiering van de bouwkosten een argument voor investeerder. Bij de verkoopopbrengst is het ook mogelijk huurappartementen te bouwen tegen een iets lagere huur dan oorspronkelijk was gepland. In welke mate, vraag 3, is het college overtuigd van de gegeven argumentatie? We hebben hierover een besluit genomen en hebben daarmee aangegeven overtuigd te zijn van de argumenten. Er is wel aangegeven dat de directe buren, de Beko en Classic Job, ook akkoord moeten gaan met de omzetting van huur naar koop. Inmiddels hebben de genoemde partijen een akkoord gegeven op de omzetting. Waarom is de raad niet over planwijzigingen geïnformeerd? Zoals is aangegeven was de verklaring van bedenkingen gericht op de vraag of de uiterlijke verschijningsvorm van gebouwen
ruimtelijk past binnen een omgeving. De omzetting van huur naar koop is ruimtelijk gezien niet relevant. Gaat de Raad hier een besluit over nemen? Nou, bij spreken dan refereer ik weer naar het antwoord wat ik net heb gegeven bij vraag 4. Hoe houdt dit plan tot het aanbestedingsrecht? De gemeente verkoopt bouwrijpe grond. Het aanbestedingsrecht is in beginsel niet van toepassing bij verkoop van grond. In deze situatie speelt aanbesteding geen rol. Vraag 7. Wat zijn de financiële juridische afspraken bij de verkoop van deze gronden aan de initiatiefnemer? De wijziging in de overeenkomst met SOW hebben geen invloed op de financiële afspraken die met SOW gemaakt zijn. Als uw raad het wenst, kan de koopovereenkomst uiteraard vertrouwelijk ter beschikking worden gesteld aan de raad. Vraag 8. Hoe beoordeelt u de initiatiefnemers op de aspecten communicatie, in het bijzonder richting inwoners en transparantie? Met SAOW zijn tot op heden altijd goede afspraken gemaakt over de communicatie. Bij SAOW hebben een aantal personele wijzigingen plaatsgevonden die op sommige momenten wat ruis op de lijn hebben opgeleverd richting omwonenden en de bedrijven naast de geplande woonzorglocatie. Zowel de gemeente als SOW is zich ervan bewust, hiervan bewust en hier wordt door SOW hard aan gewerkt. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Meneer Nijkamp, ik kan me voorstellen dat u in tweede instantie nog vragen heeft en daarna wil ik ook de rest van de raad uitnodigen om eventueel hun vragen te stellen. Meneer Nijkamp. Nou, we zien graag in ieder geval ook de schriftelijke vragen straks op het RIS verschijnen. Maar de beantwoording bevredigt geen zins. Het begint namelijk toch met de stelling van dat de zorg weliswaar wat versoberd is, maar dat dat een wezenlijk onderdeel is van het pakket. Nou, je hoeft niet heel lang te lezen om de conclusie te kunnen trekken dat er bijna niets van het oorspronkelijke zorgverhaal overgebleven is. Dus het is niet een lichte versobering, het is gewoon echt wezenlijk anders. Daar kun je misschien verschillend over denken, maar dat is nadrukkelijk onze visie. En niet alleen die van ons. We zijn ook door een aantal verontruste inwoners benaderd die al 2,5 jaar aan het lijntje worden gehouden. Die zelfs al een handtekening hadden gezet en vervolgens na 2,5 jaar tot de conclusie komen dat er geen invulling wordt gegeven aan de afspraak die zij dachten gemaakt te hebben. Wat daarbij toch ook al wel erg problematisch is, dat er ook in 2,5 jaar geen contact is geweest. En dat ligt echt niet aan de inwoners die herhaaldelijk geprobeerd hebben om deze organisatie te benaderen. Kortom, dit is een verhaal waar meer aan vastzit wat ons betreft. En ik snap dat we daar vanavond niet in één keer uitkomen. Ons voorstel zou ook zijn om dit dossier toch eens even goed voor te bereiden. En binnenkort in een commissie ook verder te behandelen. Ik denk dat het daar alle aanleidingen voor heeft. Dus ik hoop dat het college dat kan voorbereiden. En ik weet niet precies wanneer dat kan, maar ik hoop dit jaar nog. Ik dank u wel voor uw reactie. U stelt geen aanvullende vragen met uitzondering van uw wens die u kenbaar maakt. Maar ik had al gezegd, ik wil de rest van haar ook even de gelegenheid stellen om eventueel vragen te stellen aan de wethouder. Dus dat doe ik dan nu. Ik kijk even rond. Zijn er anderen die nog naar aanleiding hiervan iets willen zeggen? Nee? Nou, niet anders dan dat ik de vraag wel heel erg gepast vind en ook wel ondersteun wat door de ChristenUnie hier nu gevraagd wordt. Zullen we dan gelijk naar die vraag toe gaan? Want dan is de vraag in orde of het eventueel een bespreking in de commissie door het college zou kunnen worden voorbereid. Dat is in feite wat u vraagt. Dat is normaal gesproken dan een vraag die we bij de agendacommissie neerleggen. Ik kijk even rond. Wordt die vraag in de breedte gesteund? En meneer Rooijakkers? Ik zou dan ook wel graag het verschil zien tussen het oorspronkelijke aanbod en dit aanbod. Want ik zie dat nog niet zo heel erg scherp. Omdat... Nee, maar het kan best zijn dat u straks vindt dat het niet nodig was geweest, maar dat is dan nabehandeld. Ja, maar dan moeten we wel ook proberen het verschil in kaart te brengen. Ja, maar dat is dan de vraag aan het college om dat goed voorbereid te doen. En ik zie dat u dat allemaal graag wilt. En als het even kan, een commissie nog voor het eind van het jaar, nou dat gaan we proberen. Denk ik, als de agendacommissie dat behaagt, want de agendacommissie gaat hierover. Maar ik vermoed dat de agendacommissie dit wel zal willen proberen te accommoderen. Dus zullen we, ja, is dat daarmee voldoende?
Dan ga ik naar de vierde vraag en die is van de heer Veldhuis van de VVD over Sneppergroen. En ook die zal straks beantwoord moeten worden door wethouder Agricola. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. De gemeente is momenteel bezig met de afhandeling van de Sneppergroenregeling. Gebruikers van de grond kunnen kiezen om een stuk grond te kopen of te huren van de gemeente. En daar hebben we een aantal vragen over. Vaak zijn deze stukken grond al jaren in gebruik door de gebruikers, zonder dat de gemeente zich geroepen heeft gevoeld hier iets mee te doen. Waarom nu deze actie en waarom moet een gebruiker dit dan ook nog een keer binnen 4 weken beslissen? Het gaat om best wel hoge bedragen als we het hebben over koop, hetgeen wij merken tot onrust leidt. Daarnaast heeft de gemeente dit vele tientallen jaren laten liggen. En onze vraag is dan ook, staat u ook open om een verlenging van deze periode voor de gebruikers naar bijvoorbeeld 8 weken? Dit biedt de gebruikers ook de mogelijkheid om goed onderzoek te doen naar bijvoorbeeld verjaring. Andere vraag die we hebben, is het niet verstandiger om een informatieavond te beleggen voor potentiële kopers of huurders, waar men terecht kan met vragen? In de brief aan de gebruikers geeft u aan dat het mogelijk is dat er in het verleden schriftelijke afspraken zijn gemaakt, maar dat de gemeente deze dan niet in haar bezit heeft. Dit komt op ons vreemd over. Missen we als gemeente dan een deel van ons archief en kunt u aangeven hoe dit mogelijk is? En op de website van de gemeente wordt gesproken bij het onderdeel Sneppergroen over een verjaringstermijn van 20 jaar. En volgens mij klopt het niet helemaal, want de verjaringstermijn moet bepaald worden of dit 10 of 20 jaar is. Er is sprake van een verjaringstermijn van 10 jaar bij een bezitter te goede trouw en 20 jaar als de gebruiker niet een bezitter te goede trouw is. Waarom staat dat niet op de website van de gemeente? Tot zover mijn vragen. Wethouder Agricola, mag ik u het woord geven? Ja, voorzitter. Ook dit is de beantwoording, zal op het RIS geplaatst worden morgenochtend. Maar even op de vragen ingegaan van de heer Veldhuis. Vraag 1. In februari 2015 heeft het college het startstein gegeven voor het project Sneppergroen. Met als doel om elk gebruik van gemeentegrond binnen de bouwde kom op orde te brengen. Bijvoorbeeld door in gebruik genomen gemeentegrond te verkopen aan de woningeigenaar. Uit inventarisatie bleek dat dit ruim om 350 situaties gaat. Tot aan 2015 was dit vaak niet geregeld. Dit leidde tot rechtsongelijkheid bij bewoners die betaald hebben voor het eenzelfde strook gemeentegrond of geen gemeentegrond in gebruik hebben genomen. Inmiddels is hiervan 90% afgehandeld. Overigens is het fenomeen oneindig grondgebruik, Sneppergroen, van alle tijden en komt dit in heel Nederland voor. Hoe andere gemeenten hiermee omgaan is verschillend. De trend is echter dat veel gemeenten de laatste jaren het oneigenlijke grondgebruik actief aanpakken. Er wordt inderdaad in de eerste brief gevraagd om binnen 4 weken te reageren. Hier gaan we echter flexibel mee om. Als mensen aangeven langere tijd nodig hebben, dan hebben we daar alle begrip voor. Bovendien leert onze ervaring dat wanneer er een reactietermijn van 8 weken gevraagd wordt, de brief eerst terzijde wordt geschoven en daar nog wel eens in vergetelheid wordt geraakt. Vraag 2. Informatieavond. Een informatieavond is inderdaad een mogelijkheid. Tot nu toe hebben we een aantal keren dit gedaan en voor de laatste 50 adressen die aangeschreven gaan worden, staat een informatieavond in de planning. Vraag 3. We kunnen het ons heel goed voorstellen dat het vreemd overkomt dat er mogelijk in het verleden schriftelijke afspraken zijn gemaakt, maar dat de gemeente deze niet in haar bezit heeft. In een aantal gevallen, meestal hele oude contracten, is dit helaas wel eens voorgekomen. Mogelijke oorzaken hiervan zijn onder andere de samenvoering van de gemeente Dalfsen en Nieuw-Leuzen en de digitalisering van het archief, maar ook een menselijke fout. Om bewoners niet valselijk te beschuldigen van oneigenlijk grondgebruik, wordt deze mogelijkheid op voorhand in de brief genoemd. Dan de verjaringstermijn. Inderdaad wordt de verjaringstermijn van 10 jaar niet vermeld op de website.
Wij zullen dit corrigeren. Overigens komt verjaring na 10 jaar bijna niet voor. Tot zover, voorzitter. Meneer Veldhuis, u nog naar aanleiding hiervan vragen? Ja. Ja, te kwade trouw en te goede trouw, het zijn ingewikkelde begrippen. Het is altijd wel interessant om te zeggen, ik wist niet dat het niet mocht. Ja, dat zeg ik ook meestal. Andere aanvullende vragen naar aanleiding hiervan? Dat is niet zo? Meneer Nijver, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, een vraag in die zin dat wij hebben voor een tijd geleden, een maand geleden ongeveer, al wat vragen gesteld aan de ambtenaren over dit vraagstuk, omdat er bij ons ook wat vragen binnenkwamen. En de vraag die ik toen heb gesteld, die zou ik nu nog een keer willen stellen, misschien dat het goed is omdat er in de openbaarheid ook iets over wordt gezegd. Maar kan de gemeente, kan het college zich voorstellen dat er verschil is tussen handelen naar recht aan de ene kant en het gevoel van ongerechtigheid aan de andere kant? En dat is een vraag die bij heel veel mensen speelt. Men voelt zich onrechtvaardig behandeld, terwijl het misschien naar recht allemaal wel juist is. Misschien zou de wethouder daar nog even iets over kunnen zeggen. Wethouder, de heer Nijburg vraagt om een korte filosofische beschouwing over recht en onrecht. Ik zou u willen vragen om op voorhand een disclaimer af te geven dat als het gaat om recht en onrecht, we inderdaad altijd te maken hebben met verschillende werkelijkheden. En dat er ook heel vaak sprake is van gevoel. En uiteindelijk, en dat zal de heer Nijburg met me eens zijn, het niet aan de mensen is om te beoordelen wat goed en fout is. Ja, voorzitter, iedereen heeft hier een gevoel bij, hè? En in geval van waar het ons om gaat, is dat wij hier zorgvuldig mee omgaan. En het altijd op een goede manier op willen lossen. En u weet ook, meneer Nijburg, als iemand een stuk grond van u in gebruik neemt, bij spreken, dan gaat u daar ook iets van zeggen. En natuurlijk is het ook zo dat een aantal opmerkingen die wij krijgen, ja, maar het is toch van de gemeente. Ja, het is van een gemeenschap. Maar ondanks dat gaan we er altijd op een zorgvuldige manier mee om. En we nemen daar ook de tijd voor. En ik heb in dit kader ook al verschillende bezoekjes bij mensen thuis gebracht om hierover te praten. En tot nu toe zijn we er altijd uitgekomen. Tot zover, voorzitter. Het blijft moeilijk. Meneer Nijburg, tot slot op dit moment. Ik wil zeker ook niet zeggen dat er onzorgvuldig is gehandeld. Dat hoort u mij ook niet zeggen. Ik heb alleen inderdaad misschien wat filosofische vragen gesteld over het verschil tussen recht en gevoel van gerechtigheid. Dat speelt bij heel veel mensen. Ik heb met ambtenaren daar ook over gesproken, ook met een bezwaarmaker. En die waren ook uiteindelijk zeer content met de wijze waarop de gemeente ermee omgaat. Dus er speelt wel meer, maar het leek me goed om die vraag en de vragen die zijn gesteld staan, geloof ik ook op de RIS, toch nog eventjes aan de orde te stellen. Dank u wel. Ook uw vragen zijn destijds op het RIS gezet, zodat iedereen daar kennis van kon nemen. Ja, voor degenen die daarover mochten twijfelen, alle antwoorden op alle vragen die hier worden gesteld, worden op het RIS gezet. Dus dat geldt ook voor de antwoorden die gegeven zijn naar aanleiding van de vragen van de heer Wildvank, door zowel de heer Uitslag als van Leeuwen. Heb ik hem daarmee voldoende, agenda punt 3, de vragenronde? Mag ik hem aftikken? En dat doe ik hiermee. En dan ga ik naar de vaststelling van de agenda. Bent u akkoord met de agenda zoals die hier voor ligt? Is dat goed? Sla ik hem af. Voorstukken. En dan ga ik naar de akkoordstukken. En dan heb ik de verordening Participatieraad 2017. Nou, dat is nog wederom een vraag beantwoord, en dit keer van de VVD, en die is op het RIS geplaatst, maar het blijft gewoon een akkoordstuk. En dat vindt u ook allemaal. Bent u akkoord? Dan ga ik voorstel vast te stellen de verordening Participatieraad Gemeente Dalfsen 2017 tot het gelijktijdige intrekken van de verordening Participatieraad Gemeente Dalfsen. Allemaal akkoord? Kijk rond. Ja? Algemene stemmen. 5, dan ga ik naar agenda punt 6. Tweede bestuursrapportage 2017. In de raadscommissie konden alle fracties zich vinden in het door het college afgegeven zienswijze. De tekst klopt niet, zegt mijn griffier. Het is zijn tekst. Ja. Ik heb geen opmerking. Hij heeft geen opmerking. Tweede bestuursrapportage 2017. Geen opmerkingen. En dan ga ik hem voorlezen. Tweede bestuursrapportage 2017. Voorstel is de tweede bestuursrapportage 2017 vast te stellen. Twee, het incidentele nadeel van de tweede bestuursrapportage 2017 vast te stellen op
140.000 euro en dit bedrag ten laste van het resultaat. En ten derde de begrotingswijziging 2017 te wijzigen. De begroting 2017 te wijzigen door vaststelling van de bijgevoegde 23e begrotingswijziging conform de tabellen bladzijde 55-56 van het boekwerkbestand tweede bestuursrapportage 2017. En dan ga ik verder. 4. Met betrekking tot de investeringen zie toelichting de onderstaande wijzigingen door te voeren en de financiële consequenties hiervan te verwerken bestuursrapportage 2018. A. Kredieten GVVP 2014 tot en met 2016 af te sluiten en afhandeling van alle facturen. B. Krediet werken zonder grenzen 2016 af te sluiten. C. Krediet Komgrens Zwarteweg-Honars af te ramen met 75.000 euro en ook de bijdrage te verlagen met 75.000 euro. D. Krediet Miles Electro-Auto af te ramen met 28.500 en af te sluiten nadat alle facturen zijn betaald. E. De kredieten voor sneeuwploegen en zoutstrooiers samen te voegen en een extra krediet van 21.200 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van zoutwatersproeiers. De afschrijftermijn te bepalen op 8 jaar. F. Kredietvoertuig WSW af te ramen met 15.000 en af te sluiten nadat alle facturen zijn betaald. G. Krediet nieuwe ontwikkeling GHP af te ramen met 45.000 ten gunste van de voorziening riolering. Heb ik daarmee alles gehad, griffier? Dan vraag ik of u hiermee akkoord bent. En dat bent u. Met algemene stemmen. Dank u wel. Agenda punt 7. Burgerinitiatief heroverweging nulbeleid coffeeshop. Het is uitgebreid aan de orde geweest in de raadscommissie. En de heer Oosterveen heeft het, zijn voorstel toegelicht en een heleboel vragen beantwoord. Hij heeft nog aanvullende informatie verstrekt, waarin hij nog alsnog een aantal argumenten heeft geprobeerd te weerleggen. En vanwege het auteursrecht, het gaat om krantenartikelen, hebben we deze informatie op het besloten gedeelte van het rest geplaatst. Dus u kunt erbij, maar we mogen het gewoon niet publiek maken, want dan moeten we die auteursrechten van die krantenartikelen betalen. Nou, de formulering is volgens mij gewoon in stand gebleven. Hij staat hier als bespreekstuk, alhoewel ik niet meer precies weet waarom. Dus ik kijk even goed rond. Wie van u wilde hier nog iets over zeggen? Wie heeft het meegenomen naar zijn fractie ter heroverweging? Meneer Wildfank, was u dat? Nou, ik geloof niet dat dat zo helemaal zo is gegaan. Maar we kwamen hier tot de conclusie vanwege de formulering van het voorstel dat het niet als akkoordstuk kon, omdat daarmee het nulbeleid omgedraaid zou worden. Dus vandaar dat het hier ligt. Maar ik zou er nog wel heel kort iets over willen zeggen, als dat dan toch mag. Jazeker. Ja. Als het kort is, mag het. Ja. Nou, de vorige keer is er echt van alles al over gezegd, dus dat ga ik zeker niet herhalen. Ik heb toen eigenlijk twee punten gemaakt. De ene is van, wij zouden hier aan mee willen werken indien de illegaliteit weggenomen kan worden bij die achterdeur. Dus als er een legale toevoer kan komen door mee te doen in een proef zoals die nu ook in het vooruitzicht is gesteld door de nieuwe regering. Dus dat zou één kant van de zaak zijn, daar zouden wij op aan willen dringen. En de tweede was, en dan moet er wel een ondernemer zijn natuurlijk die een fatsoenlijk businessplan kan opleveren. Dat laatste, zeg ik toch nog even, heeft de heer Oosterveen wel geprobeerd te doen. Hij heeft mij wel degelijk willen overtuigen met het aanleveren van een businessplan. Ik heb hem daar ook op gereageerd dat ik dat nog wel volstrekt onvoldoende vind. Maar daarin is hij kennelijk in ieder geval wel bezig zich te ontwikkelen. Maar op het formele punt waar we het hier over hebben ligt wat mij voor dat de illegaliteit moet worden opgegeven. Dus ik zou willen instemmen, of niet willen instemmen met het voorstel zoals het er ligt. En ik zou het, maar ik zou het college wel de ruimte willen bieden om eens te kijken of het mogelijk is om aan zo'n beproeving mee te doen onder de paraplu van, ik geloof, Binnenlandse Zaken. Maar dat weet ik niet eens helemaal zeker. U geeft een paar tegenstrijdige signalen af. Ik ga even naar wat op tafel ligt. En wat u eigenlijk, u geeft een soort stemverklaring af. Mag ik hem zo interpreteren? U zegt, ik ga tegen het heroverwegen van de nul optie stemmen. Want dat is wat formeel voor ligt. Maar je geeft als stemverklaring af dat dat is omdat de achterdeurproblematiek per definitie met zich meebrengt. Dat er sprake is van illegaliteit. En zodra dat opgelost zou zijn, zou u tot een andere opvatting kunnen komen. Heb ik hem zo goed samengevat? Dank u wel. Dan zie ik hem zo als een stemverklaring en dan is die helder. Zijn er anderen nog die behoefte hebben aan een stemverklaring? Meneer Royakkers. We hebben bij de behandeling in de commissie ook precies dezelfde toevoeging gedaan, voorzitter. Dat D66 gewoon voorstander zou zijn van het loslaten van die nuloptie, mits er voldaan wordt aan een legale achterdeur. Dus u doet dezelfde stemverklaring, kijk verder nog. Anderen nog, hebt dit onderwerp? Nee? En meneer Nijmegen? Heel kort, ja, we hebben kennis genomen van het hele verhaal en ook van de achterliggende stukken op het RIS.
Maar dat heeft ons niet ervan overtuigd dat we een ander standpunt moeten innemen. Dus we blijven er tegen het voorstel. U blijft tegen het voorstel. Zonder enige stemverklaring als zodanig. Mag ik hem dan gewoon in stemming brengen? Kijk even rond. Burgerinitiatief heroverweging nul beleid koffieshop. Voorstel is kennis te nemen van het burgerinitiatief voorstel. En twee, de burgemeester te verzoeken het nul optiebeleid te heroverwegen zodat realisatie van de koffieshop in de kern Dalfsen mogelijk wordt. Wie van u is daarvoor? Er is niemand. Wie is daartegen? Dat bent u allemaal. Dan is het met algemene stemmen aangenomen. Afgewezen. Verworpen. Waarbij het inderdaad nog raar blijft, omdat er staat kennis nemen, maar dat heeft u wel gedaan. Dus de beslissregel blijft een wat ongelukkiger, maar d'accord. Uiteindelijk ging het de indiener om het heroverwegen van het nuloptiebeleid. En daarvan zegt u nu in ieder geval nog niet. Dank u wel daarvoor. En meneer Oosterveen, nogmaals, u heeft veel waardering gehad van uiteraard de vorige keer over de wijze waarop u een en ander heeft verdedigd. Nou, dank daarvoor. U was de eerste met een burgerinitiatief in de gemeente Dalfsen. Dat is een compliment waard. Heeft verder tot niks geleid, maar goed. Je moet een keer beginnen. Goede discussie. Agenda rekenkameronderzoek, handhaving en evenementen. Ook dat was een discussiestuk. De burgemeester heeft met betrekking tot zijn onderdeel, namelijk evenementen, de raad een brief gestuurd waarin hij heeft aangegeven op welke wijze hij deze aanbevelingen, de uitvoering van deze aanbevelingen ter hand zou nemen, zodat daar ook geen misverstand over kan bestaan. Nou, dat heeft u gezien. Is er nog behoefte voor een ronde? Mevrouw Hamerman. Nou, even een verduidelijking van punt 1 wat u stelt, want ik snap die laatste zin niet. Wilt u punt 1 en de laatste zin even voorlezen? In dit verband zijn door u woorden als pre-scan gebruikt om de volgende richting enigszins aan te duiden. Wordt die pre-scan nu gebruikt of niet? Ik kan het er niet uithalen. Nee, door u is het woord pre-scan gebruikt. Het gaat er niet om dat wij een pre-scan doen. Overigens is dat wel zo. We spraken van vooroverleg. Maar ik zal straks in mijn reactie te zijner tijde op dat begrip pre-scan terugkomen. Zo moet u die zin lezen. Okay. Dus u heeft het woord pre-scan gebruikt. Dus het woord vooronderzoek gevallen. En we komen daar inhoudelijk straks op terug. In onze procedure. En overigens is ook de verordening toegevoegd. En daarin heeft u al gezien dat er sprake is van een vooroverleg. Maar ja, ik vind het wel ingewikkeld. Wat is een daar kom ik dus nog op terug. Ja? Anderen nog naar aanleiding van die brief? Meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. We hadden in de commissie ook nog aangedrongen om op het uitvoeren van steekproeven. Namelijk om ook te bewijzen dat de risicoafweging terecht is gemaakt. Dat je daar in ieder geval ook basismateriaal onder hebt liggen. Dat vinden we niet terug in uw reactie. Zou u dat nog willen toevoegen? Nou, daar hoef ik niet toe te voegen, kan ik gewoon zo zeggen. Want als we het hebben over handhaving, gaat het daarover. Dus handhaving zullen we inderdaad in de sfeer van steekproeven, met betrekking tot de mate waarin ook de afspraken in de vergunning die zijn gemaakt worden uitgevoerd, worden getoetst. Kan ik zo wel zeggen. Dus we vinden in de volgende evaluatie daar ook op zijn minst iets van terug? Zeker. Ja, oké. Dank u wel. Dat is makkelijker dan een nieuwe brief schrijven. Gewoon zeggen dat we dat gaan doen. Anderen nog? Nee? Is het voldoende behandeld inhoudelijk hiermee? Oké. Mag ik hem dan op het scherm? Rekenkameronderzoek, handhaving en evenementen. Het voorstel is kennis te nemen van het onderzoeksrapport, inclusief de reactie van het college. En twee, de conclusies over te nemen. En drie, het college te verzoeken de aanbevelingen over te nemen. Met die verstande dat wat daar precies mee bedoeld wordt, schriftelijk is toegelicht. En juist net ook nog een keer in de vorm van een toezegging is aangevuld. Wie van u is daarvoor? Bent u allemaal, geloof ik. Dan is u met algemene stemmen aangenomen. Dank u wel. Dan ga ik naar de streefbeelden omgevingswet. Dan ga ik weer de tekst van de G4 voorlezen, dus ik hoop dat die goed is. In de raadscommissie was een meerderheid van de raad al akkoord met het voorstel om in te stemmen met de gekozen oplossingsrichting. En wethouder Agricola heeft toegezegd om schriftelijk terug te komen op de mogelijkheid tot differentiatie in verschillende gebieden en op de uitvoering van de participatietrajecten. Deze informatie is op het RIS geplaatst. PvdA en ChristenUnie hadden het oordeel nog een beraad. En dan ligt ook vooral dat ik daar bij u begin.
Ik ga er een beetje van uit dat er geen inhoudelijke vragen zijn. Ik zou u zelf nog wel willen meegeven, in de voorbereiding met de griffier ook nog een keer aangegeven, het gaat om streefbeelden en het gaat om die zin om, wat je bijna zou kunnen zeggen, indicatief beleid. Uiteindelijk gaat u het nog allemaal gewoon vaststellen. Dus het is niet zo dat u, als u nu straks ja zegt, dat u geen enkele ruimte meer heeft om met name uw eigen positie en bevoegdheden straks in alle precisie nog een keer goed te verwoorden in betrokken verordeningen. Dus ik geef u dat wel even mee. Want dit is nog maar de eerste stap. Ik geef het woord aan de heer Wildvang van de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Om te beginnen ook dank voor de uitvoerige beantwoording van de vraag. Het ging ons inderdaad even om die samenvoeging van die participatietrajecten. Daar hebben we het vorige keer even over gehad. En er wordt nu, is via het RISC een helder antwoord op gegeven dat het inderdaad nu het voornemen is om die twee trajecten samen te voegen. Nou, daar zijn wij van harte mee eens. Dus wat mij betreft is daarmee ook het stuk klaar en gaan wij instemmen met het voorstel. En dan kijk ik ook nog even naar de heer Nijkamp, geloof ik, of Nijburg. Nijburg van de Christen. In dit geval, ja, dank u voorzitter. Ja, het college hebben we gelezen, deelt onze zorg omtrent de positie van de minder assertieve burger. Dat was echt een punt van zorg voor ons en daar heeft de wethouder ook op gereageerd. Hij zegt, we hebben hier specifiek aandacht voor bij het opstellen van participatiemethode of proces voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Ik neem aan dat ik dat mag zien als een toezegging. Dat kunt u zien als een toezegging. Dat zonder tussenkomst van de voorzitter. Gaat ja, dat gaat heel makkelijk. Ja. Gaan we dan meteen door in de oordeelsvorming? En... Nou, ik wil ook even de rest van de raad nog toch even kijken. Of die misschien... Dan heb ik kennelijk een nieuwe voorzitter in de spe. Ja, daag hem niet uit. Want ik zou voor mijn plek moeten vrezen, ben ik bang. Meneer Royakkers. Ik ben ook blij met de beantwoording van de vragen van D66 van de vorige keer. En met name over de differentiatie qua regelgeving op wijkniveau en qua toepassingen. Dat geeft deze omgevingswet, denk ik, veel gereedschap in handen van de gemeente om maatwerk te leveren. Daar zou ik erg blij mee zijn. En zoals u merkt, meneer Nijburg, zijn we in opinierende ronde terechtgekomen. Ik geef u het woord. U zat net aan de microfoon. Ja, ik was al enthousiast. Nou ja, we zijn wel enthousiast over het verhaal. De strekking en richting zijn wat ons betreft echt oké. Minder regels, meer mogelijkheden voor de burgers. Maatwerk speelt dan een grote rol. En we begrijpen dat daar geschoven kan worden. En dat bedoelen we niet negatief, maar echt positief. En progressief en conservatief, dat heeft de heer Wildvang me uitgelegd. Dat snap ik nu ook. Nou, wij zeggen niet te snel schuiven naar progressief. We moeten dus inderdaad wel aan die knoppen kunnen blijven draaien. Maar we, en dat zien we als stemverklaring, het verschuiven van de kaders en de aandacht aan de voorkant naar mediation en handhaving aan de achterkant, dat is niet onze keus. Dus daar hebben we moeite mee. Maar voor de rest willen we voor het voorstel stemmen. Dank u wel. En ik had al aangegeven dat u zich voor die keus natuurlijk ook nog niet definitief vastlegt. Dat zal straks nog opnieuw aan de orde moeten komen. Ik kijk even verder rond. Ja. En voorzitter, wat u net zei met de inleiding, daar kunnen we achter staan. Het is indicatief en het komt nog steeds vaak bij ons in de raad. En sowieso het woord maatwerk is hier alweer een paar keer genoemd en daar staan wij ook zeker achter. En dat zullen we ook in de gaten houden. Maar we waren al voor. Ja. Meneer Rutte, dank u wel. Dan ga ik verder nog even rondkijken. Anderen nog, meneer Wildvang. Ja, we hadden het ook even meegenomen terug naar de fractie om ook even ons oordeel te vellen. Nou, wat ik al net al zei, blij met de beantwoording van de vraag en de conclusie die daar getrokken is. Wat een beetje is blijven hangen, is toch wel het beeld wat wij hebben, een beetje het verlengde van de vragen die de ChristenUnie stelde, van laten we niet te veel over aan het krachtenveld in die vrije markt en gaat niet degene met de sterkste hier ermee lopen. Hè? Gaat het junglerecht hier niet toch een beetje de boventoon voeren, de mensen met de meeste geld of de grootste mond, die winnen dan. Dus het college krijgt van ons wel de vraag om daar een beetje alert op te zijn, want maatwerk is dan niet altijd de oplossing. Maar voor het overige snap ik heel goed dat het indicatief is op grote lijnen en dat het hier nog wel weer terugkomt. Dus we stemmen er wel mee in. Dankjewel. Nou, dan volgens mij kan ik, als ik zo rondkijk, nu gewoon naar de stemming toe. Hè? Breng ik een stemming. Als de computer dat tenminste goed vindt. Streefbeelden omgevingswet. Het voorstel is kennis te nemen van de notitie streefbeelden omgevingswet Dalfsen en twee in te stemmen met de gekozen oplossingsrichtingen voor de streefbeeldenvraagstukken. U gaat er allemaal mee akkoord. Met alle stemverklaringen en behoudens,
die u hebt toegevoegd. Dat doet u en dan is het aangenomen. Dank u wel. Dan ga ik naar agenda punt 10, tweede wijziging verordening, commissie bezwaarschriften. Dit voorstel komt rechtstreeks in de raad zonder commissiebehandeling vooraf. En van u wordt gevraagd om het vooraf horen van de raad, wat wij moeten doen, bij de benoemingsschorsing en ontslag van de voorzitter en de leden van de bezwaarschriftencommissie uit de verordening te halen. Daar is namelijk naar onze mening geen noodzaak voor. En het staat nu wel in de verordening en we hebben er gewoon last van. Op het moment dat we mensen moeten vinden en dat soort zaken. Nou, bespreking in twee ronden. Wie van u heeft behoefte om daar iets over te zeggen? Meneer Veldhuis. Dank u voorzitter. Ja, u zegt net van daar hebben wij last van. Daar ben ik wel benieuwd naar. Van, wat is dan hetgeen waar u last van heeft? Dat zou ik wel graag wel willen weten. Want ik krijg een beetje het gevoel, maar ik weet niet of dat zo is, dat je als raad hiermee buitenspel wordt gezet. Misschien zie ik dat helemaal verkeerd, maar dat hoor ik graag straks van u. Want volgens mij door de raad hierbij te betrekken, zorg je ervoor dat het toch wel een onafhankelijke commissie kan worden. En dan kun je daar als raad ook nog iets van vinden. Dus vandaar dat we daar even, ja, daar slaan we even op aan als u het niet erg vindt. Oké, anderen nog? Kan ik onmiddellijk erop antwoorden. We hebben er last van omdat het ons ontzettend hindert in termen van termijnen en tijden om mensen te vinden voor dat soort functies. Laat ik u precies vertellen waar het probleem zit. Het is een zeer zorgvuldige procedure. Er wordt een advertentie geplaatst op basis van een profiel. Vervolgens gaan mensen solliciteren. Vervolgens worden die mensen in gesprekken wel of niet geschikt gevonden door interne mensen. Dus niet door het bestuur, maar door onze eigen interne mensen. En voorgedragen. Kijk, het punt is dat op het moment dat we u gaan horen, u in een positie brengen waarin wij van mening zijn dat het A, heel erg vertragend werkt, maar B, eigenlijk materieel pas wat betekent als u die mensen dan vervolgens ook gaat beoordelen. En dat zou ook betekenen dat u dan de sollicitatieprocedures voor uw rekening zou moeten gaan nemen. En wat mij betreft moet u dan ook gewoon de gesprekken gaan voeren. Want dan ben je daar heel consequent in. En nu is de vraag, en dat is u misschien wel politieke principe, dus dat is het praktische punt, hè, waarvan we gewoon zeggen, ja, dit is gewoon echt heel lastig. En nu kom je bij het principiële punt, en daar kun je echt een hele aardige discussie over voeren, laat ik het zo zeggen. De vraag is of als de raad de leden van een dergelijke commissie echt gaat benoemen, of ons hoort voordat ze worden benoemd, of daarmee de onafhankelijkheid wordt geborgd. Wij denken dat dat veel meer door de procedure het geval is dan dat dat door de raad zou kunnen. Ik, met alle respect voor de raad, maar juist een raad onafhankelijk noemen vind ik altijd buitengewoon riskant. Zoals ik ook het noemen van een college buitengewoon riskant vind. De raad is een zeer politiek orgaan. En je maakt juist van zo'n benoeming ook voor een deel een politiek iets. Ik vind dat voor maatschappelijke organisaties, dat weet u, dat standpunt van mij kent u, hè, zoals een theater of een speel of wat dan ook, vind ik dat relevant. Maar dit is geen maatschappelijk orgaan. Dit is een juridisch toetsend orgaan. En ik vind juist dat je daar de onafhankelijkheid moet borgen door te zorgen dat het door professionals gebeurt. Dus ik geef u een geweldige politiek platform, maar als het gaat om onafhankelijkheid zou ik u willen vragen om bescheiden te zijn. Zoals ik dat zelf soms ook ervaar als het gaat om het college. U bent een politiek orgaan. En ben daar trots op, zou ik ook maar willen zeggen. Dus daarmee is het antwoord op uw vraag, hoop ik, gegeven. U heeft er in de afgelopen jaren overigens nooit gebruik van gemaakt, van dit horen. Anderen nog? Nog een tweede ronde? Nee? Dank u bestemming, meneer Moyakkers. Ik was niet van plan om een vraag te stellen, maar u triggert mij een beetje. Want u dringt zo aan dat de raad een politiek orgaan is. Maar het college is toch ook samengesteld uit politici. En er is toch ook een politiek orgaan in die zin. Dus dan zou je toch ook kunnen zeggen van, dan zou zo'n benoeming door het college bijvoorbeeld mede gebaseerd kunnen zijn op een advies van externe deskundigen of van een selectiebureau of van anderen die, zeg maar, ook toetsend meedenken met u. Dus ten eerste geadviseerd om een ambtelijk advies. Dus het zijn, ja, u doet nou,
non-verbaal, dat kunnen de mensen thuis niet zien, maar het doet u alsof dat niet zoveel voorstelt. Maar het is echt om een ambtelijk advies. Het zijn dus ook de interne klachtenbehandelaars die de profielen opstellen en die daar een belangrijke rol in spelen. En twee, ik wil niet in een staatsrechtelijke discussie terechtkomen met u, maar het college is een bestuurlijk orgaan. En de raad is dat niet. En daar zit wel het verschil. En ik ga er toch vanuit, eerlijk gezegd, dat uw burgemeester, en daarvan weet ik het zeker, en uw wethouders, en daar vermoed ik het toch wel heel erg sterke mate, zich beschouwen als wethouders en burgemeester van de hele gemeente. En als de relatie met een politieke partij bij deze bestuurders al te nadrukkelijk aanwezig is en zichtbaar is in hun handelen, dan hebben wij daar een gesprek over. Dat hoort namelijk niet. En niets menselijks is ons vreemd, laat ik het zo zeggen. Maar ik vind dat toch echt een fundamenteel andere positie dan raadsleden. En nogmaals, dat is dus geen punt van kritiek, dat is een kwestie van rolverdeling. Als u me toestaat, wil ik nog heel even reageren. Ja. Zoals ik al zei, was ik in eerste instantie niet van plan om erin op in te gaan. En mijn non-verbale communicatie, dat had niet te maken met het feit dat ik die adviezen niet belangrijk vind. Maar dat die adviezen gaan juist dan om iemand te benoemen die de ambtelijke adviezen gaan beoordelen. En de vraag is of dat dan... Dat is niet juist. Ik verwijs nu graag naar de verordening. Het gaat om een heel klein zinnetje in de totale verordening. En de bezwaarcommissie is volledig onafhankelijk en autonoom. Ja, beoordeelde ook geen... Ik bedoel, is dus... Nou ja, weet u, want anders ga ik... Anders wordt het echt heel ingewikkeld. Maar laat ik het zo zeggen... Het gaat alleen maar om dit aspect van de verordening. Ik zou bijna willen verwijzen naar de verordening in zijn geheel. Ik had misschien geen antwoord moeten geven op de eerste vraag. Dat was misschien beter geweest. Ik kijk even rond. Mag ik naar de opinierende ronde? Heeft u daar behoefte aan überhaupt? Nee? Mag ik hem dan in stemming brengen? Dan doe ik dat. U weet, ik vind het ook gewoon... Juist die staatsrechtelijke rolverdeling vind ik gewoon ook machtig interessant. Omdat ik altijd denk dat we heel dankbaar moeten zijn voor wat onze voorouders op dit vlak bedacht hebben. Daar zitten waardevolle dingen in, laat ik het zo zeggen. Tweede wijziging, verordening, commissie, bezwaarschriften. Het voorstel is vast te stellen, de tweede wijziging van de verordening, commissie, bezwaarschriften. En wie van u gaat daarmee akkoord? Dat doet u allemaal. En dan dank ik u daarvoor van harte. En nogmaals, ik bied mijn excuses aan voor het feit dat ik het soms het onderwerp stiekem eigenlijk te leuk vind. En dan komen we bij agenda punt 11, het vaststellen van de besluitenlijst van 28 september 2017. Het gaat om twee besluitenlijsten op een 25 september 2017, dank u wel. Het gaat om twee besluitenlijsten, openbaar deel en besloten deel. Nou ja, logisch, als u over besloten deel wil praten, dan moet u me dat even vertellen, want dan moeten we daarvoor naar een besloten vraag. Mag ik hem vaststellen? Mogen ze alle twee? Ik kijk even rond. Bent u akkoord? Ja? En dan ga ik naar de ingekomen stukken. Ook hier weer de oefening van wat openbaar is en wat niet. Eerst over de openbare lijst van ingekomen stukken. Zijn daar nog vragen over of opmerkingen? Ik heb op mijn lijstje staan geen bijzonderheden, maar dat bepaalt u. Dat is niet zo? Ja? En is er nog behoefte om... vraag te stellen over de mededelingen die vertrouwelijk zijn? Meneer Kouwen? Ja, die behoefte is er, voorzitter. Nou, dan gaan we dat dadelijk doen in het besloten gedeelte. Er zijn meerdere. Nou, we hadden al vastgesteld dat we in de agenda, dat we een stukje van de agenda in het besloten gedeelte zouden doen. En ik stel dan voor dat we dat stukje in dat besloten gedeelte beginnen met uw vragen en opmerkingen. Is dat goed? Meneer Royakkers, u heeft een... Ik heb nog een gezonder stuk. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort toelichten. Het gaat over een brief die alle fracties inmiddels hebben gezegd dat ze die zouden willen ondertekenen. En dat is een brief betreffende Lelystad Airport. Omdat we op dit moment een beetje in het eindspel gaan geraken van de keuzes die het ministerie gaat doen. Er zijn nog een aantal activiteiten die plaatsvinden. Er is consultatie van luchtruimgebruikers, consultatie van burgers en bestuurders.
Er is overleg met de MER-commissie, er is een informatiesessie van de Tweede Kamer. En de bedoeling is dat dit alles culmineert eind november in een besluit over de aansluitroutes, als dat tenminste past en de MER-commissie geen aanleiding ziet om wat te doen. En er zijn een aantal gemeenten en provincies die minister, is het inmiddels van infrastructuur en waterstaat, die de luchtvaart nu in portefeuille heeft, gaan verzoeken om de geplande inrichting van het hele Nederlandse luchtruim voorrang te geven boven het openen van Lelystad. En Lelystad pas te openen als alles in goede orde is. Dat is de samenvatting van die brief. En het is goed, denk ik, om hier te melden dat alle gemeenteraadsfracties die willen ondertekenen. Daar ben ik heel erg blij mee. En die gaan we aan de minister sturen. En aan de staatssecretaris en het college van gedeputeerde staten van Overijssel. En aan de raad en college van BNW van de gemeente Dalfsen. Dankjewel, meneer Rooijakkers. Dit zit ergens tussen een ingekomen stuk en een mededeling in, denk ik, hè? En ik vind het heel spannend, want ik begrijp dus dat wij binnenkort een brief krijgen van u. En u weet van u als een van de fracties, dus van de raad. En u weet dat we brieven van de raad altijd met heel veel aandacht lezen. Dus dank u wel. Heb ik hiermee alles wat ik aan de orde wilde hebben voor de schorsing? Ja? Dan schors ik de vergadering. Nee, dan pauzeer ik. Maar ik zeg tegen alle anderen dat u na de pauze niet meer welkom bent. Omdat we de rest van de vergadering besloten doen. Dus het is onvriendelijk, maar niet anders. Dus ik stel voor om te pauzeren tot, laten we zeggen, nou ja, kwartiertje, 8:50. Is dat goed? 8:50.